Montage rechten. Ja. Ja. Ik ben heel fier u onze nieuwe school te mogen voorstellen. Het heeft ons heel wat jaren gekost en tijd gekost om te komen tot dit prachtig project. Esthetisch mag dit gebouw er vast en zeker zijn, dankzij onze architect. Onze school had dringend nood aan een nieuw gebouw. Enerzijds omdat we dus merkelijk te kampen hebben met de zware concurrentie vanuit het vrije net, vanuit het gemeentelijke net. Ook zij beschikken nu over een nieuwe school binnen de gemeente Anzeghem. Wij moesten gewoon mee. Anderzijds waren de gebouwen echt op. Het waren gebouwen van een 42-tal jaar oud. En dat maakte ook als reden uit dat er dringend moest worden overgestapt naar een nieuwe school. We zijn hier in basisschool Het Bollebos in Anzeghem. Het domein kenmerkt zich vooral door een zeer sterke helling. Bouwen in op een helling is niet zo eenvoudig en levert vaak heel veel problemen op. Onze architect Luc Lesnay van de buitendienst in Gent heeft hier het gebouw ingeplant op een zeer ingenieuze wijze. Met verschillende trappen en hellingen wordt het gebouw verbonden met zijn omgeving. Het schoolgebouw staat centraal ingeplant en omvat vooral de klassen van de lagere school. In de nieuwe school zijn bijna alle lokalen opgenomen, behalve de kleuterblok. Die is bewust nog terzijde gehouden. Anderzijds hebben we hier de refter, de burelen, alle klaslokalen. Kortom, iedereen zit nu dicht bij elkaar en dat maakt het ook wel wat knus en gezellig. Ja, we zitten nu in de nieuwe school en het is leuker, want we hebben een nieuw bord. En, de refter is ook gezelliger en groter, er zitten nieuwe meubels in. En de speelplaats is ook leuker en groter. En het is ook een groot verschil van onze oude school, want we hebben nieuwe banken en al. En we hebben twee verdiepingen in onze nieuwe school. En de toiletten zijn ook beter dan vroeger, want vroeger waren er maar twee en nu zijn er al een heel stuk meer. Uiteindelijk mogen wij toch stellen dat wij in de mooiste school van Anzeghem les kunnen volgen, kunnen werken, dagelijks kunnen vertoeven. En dat heeft ook te maken met het ontwerp. De architect heeft zijn beste beentje voorgezet, heeft een prachtig resultaat neergepoot. Het mag best wel wezen.